Tony Mulder. Heel goed. Ja, ik moet even iets uitleggen. Je spreekt met Jochem van Gelder. Ik bel namens Omroep Gelderland. We zijn met een actie bezig. Dat heet Gelderland Helpt. En ik ben nu bij Eigenwijsje Rijk in Winterswijk. En jij zit in de recycling en in de pallets, heb ik begrepen. En ik vroeg me af, kun jij een aantal pallets missen? Want die hebben we hier hard nodig om leuke dingen mee te doen. En ik zat eigenlijk te denken aan 10 pallets die er nog goed uitzien. 5 presentatoren gaan in de komende afleveringen de strijd aan om de Helpt Bokaal. Wat wordt het meest behulpzame dorp van Gelderland? En welke presentator gaat die titel binnenslepen? Gelderland Helpt is al 10 jaar lang het platform voor behulpzame Gelderlanders en voor hulpvragen. Dit is Gelderland Helpt, de battle. Welkom bij aflevering 5 alweer van Gelderland Helpt, de battle. Het is een zaterdag, het zonnetje schijnt, het is een gevoelstemperatuur, ik denk 10 graden. Geweldig weer om te klussen. Hier staat hij, de beker. En als ik vandaag het laat zitten en hier in Winterswijk niks voor elkaar krijg, dan gaat hij naar Loenen en dan gaat hij naar Frank. Maar dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Deze blijft gewoon in Winterswijk. Deze is voor ons toch, of niet? Ja, kijk. En kijk eens hoeveel mensen er al zijn. Ja, het is geweldig. Nou ja, hier zit er de opdracht in. Ik weet het al een beetje, maar ik zal even snel vertellen. Ik ben bij kinderopvang Eigenwijsje Rijk. Hier moet een natuurtuin achter aangelegd worden. Dan moet er ook nog eens een keer een inzamelingsactie voor Oekraïne. Hè? En dan is er ook nog een karweitje. Kortom, werk aan de winkel. Maar eerst het eerste opdrachtje. Nou ja, opdrachtje. Wordt een klus. En die hebben we eigenlijk te danken. Selma, kom er eens even bij. Ja. Ja, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, helemaal zin. Kinderdagverblijf is voor jou Eigenwijsje Rijk. Ja. Hè? Het is een bijzonder kinderdagverblijf. Gaan we het straks allemaal nog over hebben, wat het zo bijzonder maakt. Maar wat moet hier gebeuren? Nou, we hebben een stuk grond liggen waar gespeeld kan worden, maar de voorwaarden zijn er nog niet. Dus wat gaan we doen? We willen een bus van pallets maken. We willen een bult creëren. Weet je wat? We kunnen ook gewoon even gaan kijken. Ja, laten we dat doen. Wat er allemaal moet gebeuren. Laten we dat doen. Want we hebben dat opgenomen. Ja. Ja, dat is leuk. Die kinderen die al lekker op die bult klimmen. Mooi, hè, Vos, hè? Dit is een mapje met voorbeelden wat we heel graag zouden willen realiseren hier. Bijvoorbeeld deze bus, al pallet gebouwd. Nou, hier zie je nog meer voorbeelden ervan. We hebben een hele grote tuin hier. En die hebben we in tweeën gesplitst. Dus we hebben 1 stuk tuin dus klaar. Daar spelen de kinderen al heel erg lang. Dit stuk wilden we al heel lang aanpakken, maar is er niet van gekomen. De plannen waren er al heel lang, maar toen kwam corona. Dus toen was het een beetje uitgesteld allemaal. We hebben ook een wens om een muziekwand te creëren. We hebben een hele grote schuur, daar is een wand vrij. Nou, we hebben de kringloop om de hoek. Potten, pannen, van alles waar kinderen muziek mee kunnen maken. Zouden we er graag aan willen maken. Een grindspeelplaats. We zijn hier bij Eigenwijsje Rijk kinderopvang in Winterswijk. Nou, het is een hele avontuurlijke kinderopvang. Wij hebben een hele mooie visie en dat is Reggio Emilia. Een visie uit Italië waarbij er gedacht wordt dat kinderen nieuwsgierig geboren worden en zelf de wereld willen ontdekken. En dat wij als volwassenen eigenlijk alleen maar de voorwaarden hoeven te scheppen. Kinderen hoeven uit te dagen, te prikkelen. Maar niet hoeft te bepalen. Kinderen kunnen heel goed zelf bepalen waar hun interesses liggen. En ja, dat is de manier waarop wij naar de kinderen kijken. Ja, de leeftijd hier zijn kindjes van 0 tot 4. En deze kinderen die zijn volop in ontwikkeling. En die mogen de wereld ontdekken bij ons. Dus het zit er met name in het aanbod. We lopen met blote voeten door de verf om te voelen. Dus het is het prikkelen van alle zintuigen. Daar zijn wij heel erg mee bezig, zeker met deze leeftijd. Kinderen mogen modderen, mogen ontdekken. En schoon komen ze zeker niet terug, maar dan wel met een hele fijne dag achter de rug.
We hebben ook al een dag kindjes uit de Oekraïne mogen opvangen. En mogelijkerwijs komen ze nog vaker bij ons spelen. Deze kinderen die spreken onze taal nog niet. Spelen is universeel. En dat is ook een stuk van de visie. De kinderen spreken ook 100 talen. En daarmee bedoelen we dus niet de taaltaal, maar de manieren van uiten. Daar gaat het over. En kinderen die kijken naar elkaar en die snappen elkaar al. Dat doen kinderen heel veel beter dan dat wij dat als volwassenen doen. Zonder oordelen, gewoon kijken. Nou, 23 april is de dag en dan gaan we hier klussen. Dus we hebben mensen nodig, dus kom gezellig helpen om hier een echte supermooie natuurtuin van te maken. We zoeken nog spullen, zoals natuurlijke materialen, hout, boomstammen, pottenpannen. We hopen jullie te zien. Ja, dat is wel mooi wat je zegt. Daar kunnen wij nog wat van leren, hè? Gewoon onbevooroordeeld gewoon naar elkaar kijken. Precies. En naar elkaar luisteren. Precies. En kinderen geven het prachtige voorbeeld. Ja, dat doen ze, ja. Ja. Oké, we moeten aan de slag. Absoluut. Het eerste wat ik eerst even ga doen, is natuurlijk even mensen tellen. Want mensen per persoon 2 punten. Ik tel gewoon hiermee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 2. Maal 2. Ja, nou ben ik weer de taal kwijt. 23, 24. Vitalina, hè? Ja, we spreken elkaar ook nog wel. Heel erg bedankt. Dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dan gaan we even snel maken, hè? Oké, dan komt hij weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 57! 57 mensen! Ah, en de rest van de bussen die komen nog, maar dit is al heel mooi. Ik zou zeggen, kom allemaal mee die kant op. Yes. En dan gaan we even de klussen verdelen, want er is genoeg te doen. Oké, heren, gaat het goed? Zeker. Kijk, wat is het voor een boom? Een appeltje. Oh, wat goed. Hij kan erin, hè? Ja. Oh ja, moet dat eronder nog? Ja. Dat is voor de wortelaan zetten, hè? Voor de wortelaan zetten. Ja, dat is laatst bij de tandarts, dan had hij er ook over. Ja, ja. Lekker bezig, Ole. Hey, maar je hebt mij helemaal niet nodig hier, hè? Nee, dat komt goed uit, want ik moet nog wat spullen gaan halen. Heer, het gaat leuk hier, hè? Ja hoor, jongen. Helemaal goed. Komt goed. Heel goed. Oh, kijk eens, ze zijn er. Tony heeft woord gehouden. Zijn het goede pallets? Ja, uitstekend. Lekker stevig. En heel veel, volgens mij. Ja, we hebben er echt heel veel gekregen. En Bas, jij bent inmiddels bezig om de bus te bouwen. Absoluut. Want dit wordt een echte buitenbus, hè? Dit wordt een buitenbus voor 7 plaatsen, 1 bestuurder, 6 passagiers, maar wel met 7 stuurtjes, want ieder kind moet meedoen, hè? Oh, wat goed, ja. Ja, dat is natuurlijk helemaal de filosofie, hè? Ja, precies. Ieder kind moet meedoen, ieder kind krijgt een stuurtje en ieder kind moet in het leven links en rechts ook bijsturen natuurlijk, precies, hè? Jij hebt alles om de bus te bouwen, of niet? Nee, ik heb nog geen stuurtjes. En als ik dan toch mijn wensenlijstje mag op, ja, een paar zijwieltjes zouden wel leuk zijn. Een paar versnellingspookjes. Ja. Mag ook. Oké, weet ik genoeg? Succes. Top. Goedemiddag. Goedemiddag. Jochem. Ja, Hubert Vaag. Hubert. Joël Vaag. En Joël. Familie. Ja, kleinzoon. Wat leuk. Ja. Nou, ik kom voor iets eigenlijk best wel bijzonders. Ik ben bezig met de actie Gelderland Helpt. En wij zijn bezig bij Eigenwijsje Rijk, kinderopvang. Daar hebben ze een buitenspeelplaats. En daar zijn ze met iets heel leuks bezig, namelijk ze zijn een bus aan het maken. Ik heb daar stuurtjes voor nodig. Een stuk of 7 stuurtjes. Ja. Heb ik nodig. En ik heb deze meegenomen als voorbeeld. Eigenlijk heb ik ook nog een stuk of 10 van dit soort bandjes nodig. Dat hebben we ook. Echt waar? Ja, dat hebben we. We hebben de poort open doen. Ja. Als je met de bus naar achteren wil rijden. Ja, dan rijd ik met de bus naar achteren. Die is goed? Oké. Okay. Hebben we er hoeveel? Ja, dit is genoeg. Dat is goed. En nu moeten we voor de stuurtjes. En heb je ook de stuurtjes, die heb je niet zo klaar liggen, denk ik, of wel?
Die moeten we echt eruit gaan halen? Ja, ik heb hem met geen stuurtjes meer los. Oh nee. Zeven schoentjes. Ik heb hier al één. Oh, die is goed. Oh ja. Oh, dit is te gek. Volgens mij ligt er nog eentje. Nog één. Helemaal goed. Joël, jij gaat dit bedrijf overnemen in de toekomst? Dat is denk ik de bedoeling. Dat is wel het plan, ja. Ben jij ook iemand die dan voor dit soort goede doelen zegt van nou, ik werk mee, natuurlijk. Want jouw opa die doet dat meteen. Hoef ik niet eens over te halen. Ja, ik doe het meteen. Ja, nee, dat is wel goed, denk ik. Maar is dat dan het naberschap waar ze het altijd over hebben? Want daar staat de Achterhoek ook bekend om, hè? Mm-hmm, ja. Om elkaar te helpen. Te helpen, ja. Tuurlijk. En je moet elkaar toch een klein beetje helpen, hè? Ah, dat vind ik mooi. Dus jij pakt dat gewoon mee? Tuurlijk. Dat zit eigenlijk in de opvoeding. Dat zit dan ook nog in de genen. Het is ook een stukje reclame. Ook nog eens een keer. Ook een stukje reclame. Ja. Dus dat hoort erbij, toch? Ja. We zijn nu op zoek. De hele familie is nu op zoek naar een stuurtje wat er makkelijk uit kan. Ruud, jij gaat hem eruit halen? Ik ga hem eruit schroeven, ja, voor jou. Oké. Ja, dat is te gek. Joël, Mazda stuurtje nummertje 3. En die andere vier die ga jij rustig nog even eruit monteren. Of dat laat je Ruud doen. En die komen dan wel terecht bij het kinderopvang. Daarom, dat denk ik ook. Te gek, man. Dank je wel. Alsjeblieft. Top. Met alle plezier. Hoi, hoi. Hoi. Oké. Attentie, attentie. Mensen van de scouting, ik heb jullie handjes nodig. Chop, 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 scouting, kom op de berg. Oké, goed zo. Heel goed, goed bezig jongens. Dames van de Minimanna. Hallo. Tatjana en Vitalina. Helemaal goed. Ja, man. Die namen die vergeet je niet meer zo snel. Nee, hoor. Nee. Een van de missies die ik vandaag heb is natuurlijk... Nou, daar wordt keihard gewerkt, dat gaat allemaal goed. Ja. Maar een andere, minstens net zo belangrijke, is inzamelen van goederen voor Oekraïne. Ja. Voordat we het over de inzamelingsactie gaan hebben, eerst even over Minimanna. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, Minimanna, wat is dat precies? Nou, dat heb jij ons verteld. Wij zijn een sociale hulpwinkel. Mensen kunnen hier voor een lage prijs wat wij een inkoop doen. Dus de dagelijkse levensbehoeftemiddelen. We hebben deze vestiging, maar we hebben ook nog een vestiging in Doetinchem en in Ulft. Wij helpen alle de vluchtelingen helpen we mee van Oekraïne. We helpen mensen van het asielzoekcentrum helpen we mee. En eigenlijk iedereen die eigenlijk tussen in wallen en schip vallen eigenlijk. Wij bieden hulp dat ze boodschappen kunnen doen voor een lage prijs. Daar draaien wij verlies op en dat maken we goed met de kringloop. En die is toegankelijk voor iedereen. En het moet ook geen taboe zijn als jij bij de voedselbank loopt, maar ook hier loopt. Het is geen taboe om hier te lopen, om hier klant te zijn. Nou, de voedselbank is eigenlijk meer dat je de spullen krijgt wat je aangeboden krijgt, wat hun krijgen. En het is hier echt een aanvulling op de voedselbank. Dus hier kun je ook een cola kopen en een sinaas kopen, wat je niet altijd standaard krijgt bij de voedselbank. En hier kunnen ze dat wel doen, zodat ze in het weekend wat lekkers hebben voor bij de kinderen van de televisie. Wij zijn heel breed bezig met echt verschillende instanties in de gemeente Winterswijk. En niet alleen in de gemeente Winterswijk, maar ook komen ook mensen uit Eibergen, uit Haaksbergen. Maar ook in de vestiging Doetinchem en in Ulft werken we ook samen met nauwe instanties. Ja, wij zijn begonnen met de inzamelactie voor Oekraïne, zodat wij de mensen kunnen helpen. Mijn collega is er al één keer geweest nu. Nou is er nou weer een andere collega van mij, is ook onderweg naar Oekraïne heen om te zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt. Wij zijn nog aan het inzamelen voor Oekraïne dierenvoeding, langdurig houdbaar voedsel. Denk aan soep in blik, houdbare melk en persoonlijke verzorgingsspullen zijn we aan het inzamelen nog. Wat een fantastisch werk doen jullie. Ja. En jullie hebben dus al een inzamelingsactie
gehad. We hebben meerdere inzamelacties al gehad voor de Oekraïense mensen, vluchtelingen. Maar het blijft nodig en daar weet jij alles van, want jouw roots liggen in Oekraïne. Jazeker. Ik ben geboren Oekraïense. En ik ben ontzettend, samen met mijn vriendin kan ik nu zeggen, betrokken bij steun aan Oekraïense mensen die hier opgevangen zijn in de Winterswijk en natuurlijk ook in Oekraïne zelf. Ja, maar hoe is het met jou? Want het lijkt me bizar om daar vandaan te komen, daar waarschijnlijk nog familie te hebben. Ik heb begrepen zelfs dat jouw broer ook nog vecht in het leger. Daar ben ik ontzettend trots op. Natuurlijk is het verdriet en leven tussen vrees en hoop. Ja. Maar ik ben ontzettend trots en we houden de moed erin. Want mensen die daar achtergebleven zijn, die vechten voor de vrede, voor de democratie, voor de toekomst van iedereen die straks terug kan keren. Precies. Voor alle kinderen en moeders, die senioren die hier opgevangen zijn. Ja. En dat voelen ze ook. Ja, nou ik voel het ook met je mee. En het maakt deze inzamelingsactie ongelooflijk belangrijk. Gek genoeg begint het bijna ook een beetje te wennen, maar de nood die groeit alleen maar. Ja. En over welke producten hebben we het dan? Langdurig houdbaar voedsel, verzorgingsproducten, luiers, incontinentiemateriaal en medische spullen zoals paracetamol, Ibuprofen. Het is maar helemaal duidelijk, als je nu zit te kijken, en dat houdt ook niet op dit, hè? Nee. Want misschien straks is dit voorbij, die battle, maar de behoefte voor spullen die gaat door. Dus blijf gewoon even kijken in je eigen kast, wat kan je missen. Geef het af bij de minimannen, het komt goed terecht en het is keihard nodig. Ja. Dames, fantastisch. Dankjewel. We zien elkaar, we houden contact en ik ga eens even kijken hoe het daar is. Ja, heel goed. Zo, Martine, dit is geteld. Deze had je ook erbij. Ja. Zeker weten? Alles is eerlijk geteld. Want ik heb de punten hard nodig. Ja. Echt waar. Jan, komt ie aan? Jan, ook open. Op naar de Oekraïne. Oké. En nu laat ik jullie weer alleen, want ik moet nog wat spullen regelen. Zo, Tatjana. Hallo. Hoe is het hier? Ja, goed. We hebben heel veel spullen gekregen al. Echt waar? Ja. Oh, dat heb ik nodig. We hebben een heleboel op elkaar vol. Echt waar? Ja. Oh, dus het is allemaal hier naartoe gegaan? Ja, heel veel plezier. Oh, jongens, dan maak je het klep vast over. Nou, dit is lekker. Dit is fijn, Tatjana. Ja, dit schiet op. Dat is natuurlijk vooral voor de mensen uit Oekraïne fijn. En ook een beetje fijn voor de punten. En dan had ik als idee om ook misschien nog even langs een supermarkt te gaan en nog... Strak plan, gaan we doen. Ja. En er komt nog een extra klusje binnen. Heitje voor een karweitje. Kijk, die inzamelingsactie die gaat, die loopt redelijk, kan beter. Hierachter gaat het als een speer. Maar nu dit. Stichting Paardrijden Oost Achterhoek biedt mensen paardrijlessen aan met een beperking. Zijn verhuisd en houden een bijeenkomst en beschikken over sinds kort over 5 eigen paarden. Oh, die nog getraind moeten worden bij de opstapronde tillift te wandelen van de ruiters. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. En misschien kan Jochem ons aan nog meer naamsbekendheid helpen. Nou, Jochem heeft niet zoveel met paarden, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar naamsbekendheid, ja, dat kan ik wel doen. Dat kan ik sowieso wel doen. Dat ga ik nog een keer zeggen. Stichting Paardrijden Oost Achterhoek. Stichting Paardrijden Oost Achterhoek. Stichting Paardrijden Oost Achterhoek, die heeft mijn hulp nodig. En het is iets met paarden, dus ik ga gewoon die kant op. Maar naamsbekendheid heb ik al voor gezocht. Stichting Paardrijden Oost Achterhoek. Goeiedag. Stichting Paardrijden Oost Achterhoek. Heet het dan ook SPOA? Ja. Echt waar? Ja, echt waar. Hallo, Jochem. Ilona, hallo. Ja, dat was een hulpvraag binnengekomen. Ja, zeker. Een soort heitje voor een karweitje. Nou, top. Ik ben heel benieuwd wat je voor me in gedacht hebt. Want de naamsbekendheid was één ding. Dat was één ding. Nou, ik heb de naam al 6 keer genoemd. Nou, dus wat dat betreft, dan ben ik... Ik wil het nog een keer laten zien. Nou, nog een keer. Misschien Stichting Paardrijden... Gehandicapten Oost Achterhoek.
De naam gehandicapten zijn we niet meer zo heel blij mee, maar het is een nee, mensen met een beperking, hè? Jaar geleden, precies. Aangepast paardrijden is het. Aangepast paardrijden? Dat is het, want jij mag ook hier komen paardrijden. Stel, je bent heel bang, je durft niet echt op een paard. Nou, heel bang. Ik vind ze groot. Zouden we kunnen helpen. En kijk, we hebben daar een hele mooie tillift. Ah ja? En daar wil ik je wel even in hangen. De tillift. En waarom wil je zo graag dat ik daarin ga? Nou, om even te ervaren hoe het is als je een beperking hebt, zelfs een fysieke beperking hebt. En toch wil paardrijden. Maar dat is ook belangrijk, want jullie willen eigenlijk de paarden trainen. Precies. Dan kan ik dat vandaag natuurlijk niet doen, maar je hebt daar wel mensen voor nodig. Ik heb daar mensen voor nodig. Wij hebben daar mensen voor nodig. En die zijn er nog niet. Het zijn mensen die echt iets met paarden hebben dus. Ja, dus we zoeken een nieuwe groep vrijwilligers die inderdaad affiniteit hebben met paarden en met mensen met een beperking. Okay. En die zorgen dat een paard bijvoorbeeld niet bang is voor deze tillift en dat iemand met een beperking op een verantwoorde manier hier ingezet kan worden. Ik kan het niet beter vertellen dan dat. En dan laat je maar gewoon hier even een kwartiertje zitten en dan gaan we daarna bijvoorbeeld de stal mesten. Paardpoetsen? Paardpoetsen, oké. Okay. Ja, dat lijkt me handig. Oh, dat is inderdaad een stevige. Zo. Dit is Shadow. Dit is Shadow. En nu is het een kwestie van poetsen? Ja, vooraan beginnen zeg ik altijd. Shadow, we zijn klaar. Tevreden? Ben ik geslaagd? Je bent geslaagd. Dat is heel belangrijk, want dan heb ik weer punten, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Dag. Shadow, doei. Selma! Ja! Oh! Het is goed, hè? Hoe is het? Ja, fantastisch. Ben jij blij? Heel blij. Moet je dat kijken. Is echt snoeihard gewerkt. Ik ben even naar paarden geweest, ik ben naar de supermarkt geweest en ik ben... En in de meantime, daar is keihard doorgewerkt. Moet je met kijken. Heel veel mensen. Ja. Wat is dit bijvoorbeeld? Dit is de muziekwand. Oh, daar kunnen de kinderen eindeloos muziek maken. Even een kleine korte tour. Ja, zeker. Wat is dit? Dit is onze loose parts weide. Je kunt dus met losse materialen spelen. Hoe noem je dat? Loose parts. Losse materialen. Loose parts weide. Ja, dit is fantastisch. Dit is leuk. De bus. Ah, kijk eens. Er. Kijk. Al het goed. Ja, er komen nog wat stuurtjes bij nog, hè? Er komen nog stuurtjes bij. Ja. Ja. En het is zo eenvoudig, maar zo leuk ook, hè? Alles is geteld. Oh, kijk. Heel goed. Oh, wat goed. Kom maar. Even uitkijken. Kom maar. Ietsje. Voor Oekraïne. En dus dan gaat vanaf nu alles weer even... tellen. Belangrijk. Martine, kijk je mee? Ik ga met jou meekijken. Tom Poes. Dat zou je bijna niet bedenken, maar het is ook heel belangrijk. Dit mag weer de vrachtauto in. Hier. Ja. Dat is helemaal goed. Even nog een applausje voor Dominique. En Tatjana, hebben we dat heel goed gedaan. Geweldig. Nou, lieve dames en heren, jongens en meisjes, we gaan even de balans opmaken na een prachtige mooie dag hier in Winterswijk. Jullie hebben ongelooflijk hard gewerkt. Ik wil al sowieso een applaus voor jullie zelf. Dat hebben jullie echt goed gedaan. Maar, ja, ik moet ook eerlijk zijn, of het genoeg is, ik weet het niet. Want, even kijken. Stuurtjes, banden, 9 punten. Het paard poetsen heb ik gedaan. Shadow, krijg ik 5 puntjes voor. Eigenwijze Rijk. Nou, dat is gelukt, toch? Kunnen we toch stellen? Ja. Dan zitten we op 162. En Frank, die had in Loenen met de scouting 772. Dan moeten we voor spullen minimaal 610 hebben. Ga ik even kijken, nu, naar onze jury. Daar staat Martine. Zij heeft alle spullen opgeschreven. Nou, zeg het maar, hoeveel punten hebben wij met de extra spullen gehaald? 837. Nee! 837, kijk even. 837, 9. Winterswijk is de winnaar. Yo! Kom er even bij, kom er.
Tatjana en Selma, ik geef hem aan jullie. En Dominique, kom er even bij. Hi. Ik geef hem aan jullie. En waar jullie me neerzetten, dat maakt me helemaal niks uit. Ik vond het al geweldig om met al deze enthousiaste mensen bezig te zijn. Nou ja, jouw buitenspeelplaats is briljant geworden. Yeah.